Er werd strijd en een over mijn lijk mentaliteit gevraagd en we hebben eigenlijk echt van alles gekregen. Maar dat de arbiter het over zijn lijk had, dat denk ik dan niet echt klopt eigenlijk. Welkom bij de Vierkante Paal. Ik ben Vincent Virus. Mijn naam is Ben Jacobs. En ik ben Hans Bressing. We gaan het hebben over de match tegen Kortrijk. En mannen, welkom bij de zevende dag. Het is zondagochtend en we zitten aan de tafel om interessant te doen. Ja, ik mis alleen de koffiekoeken zo, die er staan ter versiering. Of is dat tegenwoordig nog alleen maar in Wakker op zondag? Dat is een goede vraag. Ik kan dat niet zeggen, want ik kan niet meer kijken naar Wakker op zondag, want ik woon in een andere provincie. Dus. Ah, en hebben dus ik kijk dan alleen naar de zevende dag. Hebben die dan een alternatief? Ik weet niet welke provincie dat je nu woont, maar... Dat is ROB-TV. Maar dat is voornamelijk het kanaal van OHL dat je daarop kunt zien. Is vandaar dat ik heel dus goed mee ben. Dus jij bent daarom eigenlijk verhuisd? Om nog meer Xavier Mercier ingespoten te krijgen. Ik moest nog meer input krijgen, inderdaad. En dat was de enige manier. Voilà. Maar Xavier Mercier blijft wel een lul. Ieder zijn mening. Ik moet zeggen dat ik hier van mijn stoel val dat ROB en niet Rob TV is. Ik zeg echt al heel mijn leven Rob. Ja, waarschijnlijk is dat Rob, maar ik weet ook niet waarom dat ik nu ROB heb gezegd. Want dat is toch een afdeling van de police, hè? Geen idee. Echt geen idee. We wijken af. Ja, we wijken af. We gingen het hebben over de wedstrijd van de Antwerp tegen Kortrijk. Voor we eraan beginnen, een paar kleine dingen van eerder deze week. Niet het minst, een wereldgoal van Sek op training. Ik denk dat we die allemaal gezien hebben. En het zou zonde zijn om daar niet even bij stil te staan. Voor de mensen die hem gemist hebben, Hans, kun jij die zo pornografisch mogelijk beschrijven wat daar precies gebeurd is? Moet dat in tut zijn dan? Nee. in een draai, los op de slof, bam binnen, hè. Los. Ik denk de keeper, ik denk dat de Wolf in de goal stond. Getorpedeerd, hè. Al goed dat hij in zijn hand niet uitstak, want het had gebroken geweest waarschijnlijk. Maar dat was een schone pot, hè. Ja. Dat is, de dag daarna was ze eten wel... De training vroeger moeten verlaten met een spierblessure en was hem onzeker voor de match. Dus dat is dan weer een nadeel. Maar dat was dik binnengestemd. Ja, dat was heel proper. Iets anders dat we op de socials hebben kunnen rapen is Sander Koopman, dat terug voorzichtig aansluit bij de groep. Wat verwachten we daar eigenlijk nog van, Ben? Ja, dat is... Dat was een kruisband... Letsel, denk het, ja. Dat hij had. Dus dat is wel al een heel ingrijpende blessure. Dus ik denk misschien voor dit jaar gewoon laten meedoen en vol een bak focus op volgend seizoen. Want ja, doet hij daar nu een cadeau mee om net als klaar te stomen voor play-off 1, om dan ineens op het allerhoogste niveau in België te moeten gaan presteren? dat weet ik nu eigenlijk niet. Dus gewoon laat die gast maar rustig zijn ding doen, wat minuten hier en daar, als het echt is, moet. Maar laat hij maar zich focussen op volgend seizoen om er dan 100% terug te staan. Je hoorde zelf wat dat je hoort ons zeggen, hè? Het allerhoogste niveau in België. Hoongelach. Ik weet niet of dat Sander Koopman nog een toekomst heeft. Ja, wel. Voor zijn blessure had hij het al heel moeilijk om in de ploeg te geraken. En ik denk dat we sindsdien toch alleen maar een hoger en hoger niveau nastreven. Dus, Ja, maar ik heb zo... we zijn met iets bezig met de vierkante paal om tijdens de interlandfase te doen, dat we toch nog een beetje relevant blijven. En daar komen ook wel wat transfers bij kijken. En ik ben dan ook eens op de naam van Koopman gebotst. En ik kwam uiteindelijk wel van Oostende, wat ja, ik kan mij op dit moment niet meer echt voor de geest halen of dat toen een goede ploeg was of dat dat echt een staartploeg was. Maar dat was toen met Verrijen. Postkoeken, hè. Ja. Koopman die speelde er ook niet meer zoveel. Nee. Dus op basis van wat zijn we die dan gaan halen? Is dat dan een soort zijn van adel? Bij Zulte Waregem, ja. Denk ik. Ja, en dan is dat zo, ja, misschien niet kunnen doorontwikkelen, maar ja, dat is misschien iets wat we straks ook wel gaan benoemen. Je moet gasten ook wel minuten geven om dan beter te worden. En kijk waar dat in sommige gevallen tot leidt, natuurlijk. Ik betwijfel of we dat gaan benoemen straks. Ik denk dat dat niet aan de orde is deze wedstrijd.
Voor de wedstrijd, ik had er net al gezegd, hing er een spandoek aan het stadion vanwege de mannen van Dynamite. Strijd en over mijn lijk mentaliteit. Dat was nodig, denk ik. Hè? Een soort van reactie na wat er eerder deze week gebeurd is, of niet, Hans? Ja, ik vond dat redelijk logisch. Het was, de inzet op OHL was vrij tot zeer schandalig te noemen. Ik weet dan wel niet of je het in het Nederlands moest zitten, want ik denk de spelers die Nederlands spraken waren het minst te verwijten. Maar ze zullen dat wel vertaald hebben naar de rest, want ze hadden de boodschap wel begrepen, merkte direct in het begin van de match. Ja. Sommigen iets te goed, volgens de arbiter, maar... Ja. Voordat we naar het begin van de wedstrijd zelf gaan, hing er ook nog een ander spandoek in het stadion voor Loes. Ook aan de ledboarding was daar een en ander aan gedaan. De spelers zijn zelf ook met een eenhoornknuffel het veld opgekomen. Het is wel goed dat de club iets uit de omgeving, uit de buurt oppikt en daar toch mee aan de slag gaat winnen. Ja, je vergroot uw maatschappelijk draagvlak wel een beetje. Hè? Ik denk dat voetbal het de laatste tijd gewoon heel moeilijk heeft om verschillende redenen. Hè? Al dat vieren en de financieel interessante regelingen die voetbalclubs kunnen treffen. En dan is dit wel het minste wat je kan doen. En ja, dat dat dan ook wel gebeurt en heel groot wordt uitgespeeld. Of uitgespeeld, dan klinkt het alsof dat er een soort van commercieel idee achter zit. Maar dat dat ook wordt getoond en dat in beeld komt, dat is wel belangrijk. En ik denk dat het gewoon alleen maar positief is voor het imago van het voetbal en ook gewoon puur uit het menselijke oogpunt is dat het minste wat je kunt doen. Dat meisje komt er niet mee terug, maar ja, het verdient gewoon om in de aandacht te staan. Weliswaar om de foute reden, maar het is het minste wat je als club kunt doen en het is goed dat het dan ook gebeurt. Ja, en gewoon sensibiliseren, hè, als club daartoe bijdragen. Hè. Het zijn belangrijke boodschappen. Een 7-jarig kind, dat is veel te jong. Hè. Ja. Ik zag ook in verschillende Facebookgroepen dat er veel familie van Loes in zat. Dus ik denk wel dat het ook een familie is dat Antwerpen een warm hart toedraagt. Dus dan vind ik dat eens zo mooi dat je als club zo'n gebaar kunt terugdoen naar die familie. Dus zeker mooi werk van de club. Ja, ik denk dat Thomas hier ooit eens heeft gezegd dat er geen gemeente in ons land is met zoveel abonnees per aantal inwoners als Schoten. Dus ik denk dat op een of andere manier recht in het hart van de club wel was. En, dat is en ook de knuffels die waarmee ze op het veld zijn gegaan, die werden ook aan het Paula ziekenhuis geschonken, denk ik. Hè. Dus om het verhaal misschien compleet te maken. Dus wat dat betreft zat dat helemaal goed. Dan de wedstrijd zelf. We zullen beginnen traditiegetrouw bij de opstelling. Waar dus effectief een Mbokani terug in de spits stond. Dat is toch een verademing om die te zien shotten. Hè. Ik vind dat heerlijk. Vooral omdat hij zo die kopduellen invliegt. Die een verdediger die staat te wachten op die een bal. En die een deus staat 10 meter verder. Die trekt een sprintje en die wint dat kopduel. Dat is prachtig om te zien, hè, Hans. Ja, en jij ziet dat nog beter dan ons, want op de tv is dat vaak zo... Die beweging dat hij maakt, is van beeld weg. Hè. We zien pas als hij er al staat. Het blijft de strafste spits in België. We zeggen allemaal minder seizoen dit jaar, maar het is nog altijd onze topschutter. En hij haalt even goede cijfers, hij haalt beter cijfers zelfs, denk ik, dan Refailov, die gouden schoen is geworden. Dus En je ziet de ploeg ook direct beter spelen. Ja. Mee een Mbokani, dat geeft toch vertrouwen aan de rest. Ja, ik heb dat op Twitter ook zien passeren, dat een opmerking was van Joni van Loveren, dat hij zei, ja, Mbokani heeft die toch enorm gemist. En dat absoluut. Maar het deed ook de ploeg beter draaien, omdat er ook de juiste spelers naast hem stonden. Je zag heel goed dat Refailov zich ook beter voelde, omdat Lamkosé opnieuw voor de diepgang zorgde die Gerkes de laatste weken minder of niet bracht uit zichzelf of mocht brengen. Dus het zorgde gewoon voor een sneeuwbaleffect dat heel de ploeg beter ging spelen. Er was meer beweging, er was een aanspeelpunt, je kon eens een lange bal droppen en er werd ook effectief iets mee gedaan. Dus het was his back, maar net op tijd, zou ik zeggen.
Ja, kind van de rekening is inderdaad Gerkes. Er is heel veel over gezegd en gedaan van wie moet er nu, wie gaat eruit moeten, omdat Lamkazé wel ging blijven staan, dat had iedereen wel zien komen. Klopt het zoals het nu stond, Hans? Denk het. Allee, dat deel van het veld wel, ja, denk ik. Ik ben een grote Gerkes-fan, maar die heeft niet echt een plaats in het systeem verkouteren. In het systeem Leko was hij zo'n bruikbare speler en kwam er zoveel gevaar van. Maar nu, mede ook door zijn vorm waar dat hem in zit, was hij vooral heel veel aan het rondlopen overal, maar heel weinig aan het bijbrengen, naar mijn gevoel. En dan heb je daar met Lamkazé toch iemand met meer diepgang en dat zelf ook al eens beter balken kan bijhouden, een actie maken, manneke voorbij, wat dat niet echt Gerkes zijn spel is. Dus ik snap wel dat je Lamkazé ernaast Refail of achter een Bokani zet. Wat eigenlijk nog wel gek is, van gek, Gerkes of Verkouteren is blijkbaar bij Genk de ontdekker geweest van Gerkes. Heeft hij bij de A-kern genomen om te laten meetrainen en zowel bij Anderlecht als nu bij ons komt dat er toch niet helemaal uit. Dus dat is wel gek, vind ik. Ja, als je natuurlijk, als bedenking. Als je talent ziet zitten bij je jeugd, pak je die mee naar je A-kern. Dat wil niet meteen zeggen dat die in je systeem moet passen of in je elf moet passen. Dat is ook eentje. Ja, dat is waar. Ja. Maar je hebt daar toch zo'n band mee dan, als je zo iemand hebt. Allee, ik bedoel, Beleuni heeft ook een band met Ronaldo. Als die hier nu nog had gezeten, had Ronaldo volgend jaar op de Bosuil gezeten. Dat weten we allemaal. Ja. Dus nu gaat hij naar Panathinaikos waarschijnlijk, maar ja. Je wilt zeggen in die Champions League match tegen Juventus. Wie weet. Oh. Staan die zo goed, Panathinaikos? Zijn die op Champions League koers? Ik heb het over de Bosuil, hè. Dat ook. Maar een groep met Juventus, Panathinaikos, Antwerp en vul maar in. De groep des doods eigenlijk. Kan dat? Ja, niet makkelijk voor Juventus. Wedstrijd begin dan, het is er net even al aangehaald. Het zat eigenlijk wel in orde, we stonden goed. Die strijd en die over mijn lijkmentaliteit was er. Eigenlijk tot aan minuut 19 à 20 ging dat prima, hè, Hans? Ja, zeker, zeker. Lamkazé die na een minuut al direct op Ilić mocht afstormen. Dus ik dacht, ja, dat begint hier goed in. We hadden toch het overwicht. Ik denk dat we op dat moment 58% balbezit hadden. Maar er kwam ook gevaar uit. Want dat durft al eens bij ons gebeuren, dat we wel balbezit hebben. Maar ja, dat sick of the lot 100% passen hebben, gewoon omdat ze 25 passen naar elkaar geven. En dat is dan ook heel goed voor die statistieken. Maar als er niks van komt, dan ja, dan is dat. Ik vind het toch altijd een verademing aan zo'n glij op het middenveld staan. Dat brengt toch voetballend vermogen daar. En dat heb ik tegen OHL miste ik dat ook. Met Verstraten en Boya heb je zo dat voetballend vermogen niet op het middenveld. Dus ik denk dat naar de toekomst ook belangrijk is van Hongladder te hebben staan met dan Haroun of Verstraten ernaast. Maar ik denk Hongladder dat toch een van de eerste namen moet zijn die je op de feuille zit. Ja. Alleen middenveld met Verstraten, Haroun en Boya. Dat is toch smullen? Je raakt er niet door. Dat is één ding. Maar of dat een bal van voor geraakt, dat is iets anders. Dat is een andere vraag. Ja. Maar een Bokani is terug, hè. Gewoon. Er lag een bal in. Dat lukt misschien nog net. Ik had ook wel het idee dat het deels ook aan Kortrijk lag. Ik had totaal niet het gevoel dat die scherp stonden, dat die de ruimtes klein probeerden te houden. Ja, het is niet raar dat wij al bij de Saar hebben gepolst, hè, voor volgend seizoen. Maar ik denk dat hem nu al goesting had om te komen. Want die heeft toch ook raar toeren het gehaald, die al die match. Op een gegeven moment komt hij in de perfecte 16 binnen. Strunkelt hij over zijn eigen voeten. En zo van die dingen. Dat ik dacht, zoveel fases, dat kan toch niet meer per ongeluk zijn. Maar ja, dat is misschien ook een slecht teken dat hij al struikelt nu over het veld. Of strompelt. Ja, moeten we hem dan wel gaan halen. Die wil ook Champions League spelen, hè? Ja, oké, maar zo gaat dat niet lukken. Hè? Ah, maar ik wist dat niet. Is dat echt een optie, toch? Ja, er is gezegd, na de heenwedstrijd zou er door het Antwerpbestuur gevraagd zijn om nog geen contractverlenging te tekenen en eerst eens op de Bosuil te komen praten. Hoe lang heeft hij nog contract? Die zijn de contracten na dit seizoen, dacht ik. Maar okay. Weten ze dat dat een andere de Saar is? Dat die in de wandelgangen rondgaat. Ah, ja. Oké, okay. Maar ja, bon.
die zijn meer dat dan een ander de Saar is dan de onze, hè? Die denk je, allee, ik bedoel, daar zit toch ook wel een kwaliteitsverschil op, niet? Ja, maar we zijn zo broers van, hè, en als je ze dan alle twee hebt, ja, dan... Het zullen wel de juiste hebben, zeker. Maar vader de Saar, heeft hij ook niet bij ons gezeten? Ooit is even kort. Ergens staat mij dat er zo van voor, maar dat is een standaardman, hè. Ja. Ja, oké, okay, nee, dan ben ik in de war. Daar is de verklaring. Na 20 minuten werd er wel even een streep getrokken door onze positieve intenties. Want SEC kreeg een rode kaart. En dan kunnen we ons nu buigen over de discussie. Was die terecht of niet? Ben, jij mag beginnen. Ik zal zeggen, in eerste instantie dacht ik, ai nee. SEC, wat stikte uit? En dan komt natuurlijk de herhaling. Enfin, dan wordt er rood getrokken. En je denkt op dat moment... Ik dacht op dat moment, rood is onomkeerbaar. Dat kan niet teruggebracht worden naar geel of geen overtreding of misschien fout in ons voordeel. Hè. Je weet nooit wat dat er allemaal kan gebeuren met een VAR. Maar dan zie je de herhaling en dan denk ik van ja, hier was toch weinig aan de hand. Het is inderdaad wel de beweging met twee voeten vooruit. En ja, als je als scheids wilt sensibiliseren... Dan moet daar rood voor trekken, maar dan moet dat natuurlijk op elk veld gebeuren. En we moeten nog maar een week teruggaan naar Standaard Anderlecht. En daar gebeurt exact dezelfde fase, misschien zelfs nog iets intenser. Contact, en daar wordt geel voor getrokken. Dus er zit dan ook weer geen lijn in de beslissingen van de scheidsrechter. Dus zeker vanuit de herhaling, denk ik, nee, gele kaart eventueel nog. Omdat je wel die beweging met twee voeten, dat is het toch niet helemaal... Ja, nee, ja, dan waren het twee voeten, Hans. Piet. Waren het twee voeten? Ik ben niet overtuigd dat het twee voeten was, maar doe maar verder. Ja, het zag er gewoon ook niet uit. Dus eigenlijk is het gewoon een lelijke tackle, dat moet ook bestraft worden. Dus, geel had terecht geweest en rood was te streng. Maar dan, volgens u, Hans, kan de VAR wel rood terugdraaien als het een duidelijke fout is of een inschattingsfout van een arbiter. Ik heb wel rode kaarten teruggedraaid zien worden. Dat kan, ja, inderdaad. In België? Ik zie niet meer veel Belgisch voetbal. Ik zie eigenlijk geen voetbal meer. Ah, okay, ik ben een koersman. Ja. Er gaan veel mensen dat die raar vinden in een voetbalpodcast, maar koers is gewoon de schoonste sport ter wereld. Hè. En, ik weet dat er bepaalde mensen mij gaan tegenspreken, maar ik kan kiezen tussen een Strade Bianche of... Een voetbalmatch om 4 uur, ja, dan wil ik Van der Poel Siena zien binnenstormen. Bam, bam, bam. Hè. Dus, maar ja, ik heb de fout, denk 20 keer opnieuw gezien. En ik heb het gevoel dat SEC met één been in de tackle gaat, maar je ziet het niet goed, omdat zijn ander been zit achter de speler. En dat is een been, hè? En dat hem dan schrik heeft om gepoord te worden. En zijn been bijtrekt. Ik vond Michael van Varenberg, de commentator, die nam het even op voor alle kleurenblinden. Die dacht dat het een geel kaart was. En die had niet door dat rood was. Die was ook heel verbaasd. Hè? Mm. Ik was dan weer heel verbaasd dat in de samenvatting dat het niet Michael van Varenberg was op Sports Late Night, maar dat hij ineens Lambert was. Ja. Die dan het precies iets terechter vond. Dus dan hoorde ik liever toch Michael aan het woord. Ik vond rood heel streng. Want ik ben ook nog altijd niet zeker dat hem die speler heeft geraakt. En die zoekt hem wel voeten... op, hè? Ja, zoekt hem op, oké. Okay, ja. Maar... Dus geel zou mij echt wel terecht en lijken. En die twee voeten vooruit, daar ben ik ook nog altijd niet zeker van. Ik had de fout graag eens uit een andere hoek gezien. Toen die rode kaart getrokken werd, dacht ik, oei, dat wil zeggen dat hem die vol geraakt heeft. Want ja, die tackle gebeurde... Hè? Maar het gebeurde recht voor ja, uw neus. Ja, het gebeurde recht voor mijn neus. Jij moet dat beste van ons en allemaal zien. En ik zei direct, oeh... En dan kwam die rode kaart, dus ik dacht, ja, die mens heeft hier vol gelijk. Die heeft gezien dat daar een stevig contact was. En dan kwamen inderdaad, een beetje hetzelfde als dat Ben zegt, kwamen die herhalingen. En was dat wel zo? Ja, maar is dit... Dat is geen contact om een rode kaart te geven. Die intentie dan weer wel. En ik denk dat dan ook de reden is waarom de VAR niet ingrijpt. Want intentie is vaak een heel belangrijk punt bij het al dan niet... Intensiteit, denk ik, dat je misschien bedoelt. Want anders was het de bedoeling dat hij misschien twee voeten vooruit die man ging pakken. Dus de manier waarop dat hem erin vliegt... Dat kan ook, hè. Is, ja, nee. Maar raken voor te raken.
Nee, de manier waar... Ja, maar dat is toch het beste? Daarom houden we toch allemaal van Harald Pinkster. Ja. Gewoon raken om te raken. Die gast... Gisteren Wolfsburg. Bij Wolfsburg heb ik ook zo'n fout gezien. Dat was... Take one for the team. Dat was heel schoon. Het heeft hem wel 2 punten opgeleverd. Want anders was het gelijkspel bij Wolfsburg. Maar goed. Mm-hmm. Nee, ja. Ik denk dat daarom de VAR niet tussenkomt. Omdat je... O, het was toch... Ze zijn toch verloren? Ze stonden toch 2-1 voor? Nee, die stonden 2-1 achter en hun keeper gewoon mee naar voren. Kasteels gewoon mee naar voren om te koppen. En... dacht dat dan... Allee, de helft van de heroïek. En die van Hoffenheim die stormt op een leeg doel. Waarom doet hij dat? Dat had geen nut, want dat was de 94ste minuut. Nee. Dat maakt het eens zo mooi. Daarom juich ik voor zo'n tackle. Dat had ik nu totaal verkeerd geïnterpreteerd. Hè. Maar terug naar de Antwerp. De ref ook gisteren. Ja, voilà. Feit is wel. Die heeft wel meer dingen verkeerd geïnterpreteerd, denk ik. Want, met u over mijn lijkmentaliteit. Ik vind dat soms toch maar een wandelend lijk. Die Dirk. Uitstraling heeft hij niet echt. Nee. Als je dan van de week dat programma op 1 zag, met Van Driessen was het zeker? Want ik had één in Lambrecht altijd door. Erik Lambrecht was het. Bram van Driessen is een andere. Ja, die heeft toch uitstraling in. En die staat toch voor iets op het veld. Maar die Dirk, ik weet niet. Dat is zo'n schoolmeesterke. Dat is ook, hè? Ah, is dat echt? Die heeft lesgegeven aan mijn stiefbroer in Beveren in school. Echt? Ik weet niet meer welk vak, maar dat is nagels met koppen dat jij zag. Wauw. Zalig. Ja. Hoe dat je zo kunt uitbeelden wat dat je zei, hè? Dat is mooi. Ja. We zitten hier met een soort levende jobpad in de podcast, Hans. er moest geschoven worden. Hè. Als een van uw 3 verdedigers wegvalt, kun je niet zeggen, we lossen dat wel op. Dus Hongla werd naar achter getrokken. Was dat de juiste ingreep, Hans? Nee. En wat was dan wel beter geweest, Hans? Met 4 van achter gaan spelen. Dan had onze trouwe luisteraar Jordi ook heel blij geweest. Dat het zo een gulden middenweg geweest om uiteindelijk die 4 man van achter te zien. Maar... je miste direct dat voetballend vermogen van Hongla op middenveld. En, dat is toch heel belangrijk voor ons. Stel nu, Ben, ik had de vraag voor u iets vermoeilijken. Wat zou jij gedaan hebben, weten dat je bij 3 verdedigers moet blijven? Dat je bij het systeem en de automatisme zit. Maar ik volg dan misschien wel wat dat Verkouter doet, omdat je door Hongla erin te houden... en geen spits te gaan opofferen, blijft je wel de voetballer Hongla houden. En dat hij wel eens een keer de goede pas kan trappen, of dat er toch iets van achteruit kan vertrekken. En zo bluft je eigenlijk Kortrijk een beetje weg, hè, want je houdt Mbokani en Lamkozé erin, je houdt Refailov erin. Dan je zou kunnen zeggen, je haalt Refailov eruit, je houdt Hongla en Verstraten op het middenveld... en Batubinsika komt mee van achter staan in plaats van Refailov. Maar dat gebeurt niet. Je zegt eigenlijk tegen Verstraten, Berger, jij lost dat op daar in het midden. Die 3 van voor, die blijven dat ook doen. En van achter houden we Hongla, die dan misschien eens van achteruit het spel op gang kan brengen in plaats van op het middenveld. Dus in dat opzicht snap ik het nog wel. Ik had het misschien zelf niet gedurfd. En wat ik zeg, Refailov er dan uitgehaald... maar ja, dan hadden we misschien ook gewoon niet gewonnen. Dus ineens zeg ik dan wel, ja, Verkouteren, dat heb je dan wel goed ingeschat op een of andere manier. Of het is goed uitgedraaid, dat alleszins. Hans, toch? Eens, niet eens? Ja, eens. Ik had schrik dat hem Batobinsika ging inbrengen. Ik zat al met een randklaar Frankie Bangerik in verschillende WhatsApp-groepjes, maar... Ik ben blij dat hem het niet gedaan heeft, want je moest winnen gisteren. Ja. Hè? Heel mijn theorie dat we gemakkelijk play-off 1 gaan halen, die stond wel met het feit dat we gisteren moesten winnen. Dus ik wil ook niet dat die uitspraken mij anders achtervolgen, want alle kennende zou dat anders wel het geval zijn. Dus... je moest gewoon nog voor, hè. Er heeft ook echt niemand opgewarmd. Dus het was ook niet eventueel... ik dacht, ik ga dat hier in doog houden.
Volgens Michael van Varenberg was Batobinsika direct beginnen opwarmen. Nia Venati. Sorry? Nia Venati, spits nee, erbij. Nee, ah, nee. Ja, dat heb ik gedaan waarschijnlijk. Ah, okay. Nee, volgens een Tel Aviv was Batobinsika direct beginnen dan opwarmen. Dan heb ik op een verkeerd moment gekeken, want ik keek direct naar die strook waar onze spelers opwarmen. Dacht, oh, er is niet meteen zo holder de boller iemand sprintjes aan het trekken om de boel warm te krijgen. Misschien een paar minuten later dat hij dan begonnen zal zijn. Want ik heb wel... ze hebben later in de eerste helft hebben ze nog een beeld gegeven en dan waren Haroun en Batobinsika er wel alle twee aan het lopen. Een paar minuten later kregen we een penalty. Dat was ideaal eigenlijk. Dezelfde vraag als daarnet. Ik zal nu bij Ben beginnen. Terecht of niet terecht? Ja, dat vind ik wel terecht. En het is eigenlijk onbegrijpelijk dat die bal niet meteen op de stip wordt gelegd. Dat vind ik nog het... het resultaat is uiteindelijk wel goed. En het is ook gewoon terecht. De arm is boven de schouder. Hij blokt hem schot richting doel af. Ja, als je nu ergens een lijn moet trekken... Los van al die belachelijke regels. Want ja, je kunt, om Filip Joost misschien wel bij te treden... Je moet de interpretatie bij de scheidsrechter leggen. Maar ja, dit is gewoon niet anders te interpreteren. De arm is te hoog. Hij blokt een schot richting doel af. Dus die bal moet op de stip... Of dat hem, ja, dan kun je nog de vraag stellen, is de bal binnen het strafschopgebied ja of nee? Ik denk van wel, want de Saar stond ook wel binnen de 16 meter, dus ik zou zeggen eerder wel. Maar het is gewoon storend dat daar nog eens voor naar de VAR moet worden gegaan, om dan te zeggen, ah ja, eigenlijk gaat hem wel tegen zijn arm op een plek dat penalty moet zijn. Zeker omdat onze schoolmeester er los op stond, hè? Ja. Je kunt niet dichter op de fase staan dan dat hem stond. En dat je dat niet gezien hebt... Dat vind ik redelijk schandelijk. Hmm. Maar hij deed ook het teken naar, ik weet niet, of naar Verstraten of Refailov of ik weet niet, of naar Lamkelzee, dat hem op de onderarm schoot. Maar dat was net onze discussie van, of niet onze discussie, van vorige week. De onderarm zit eigenlijk net boven het mouwke. De bovenarm. Wat zei ik? De onderarm? Ah ja, nee, inderdaad, sorry. Ja, dus je hebt het stuk waar de groene zone... De luisteraar zie je niet, want dat gaat allemaal heel schoon... Ja, maar ik, daarmee dat je toe voor jullie... Ik ben verward naar hun arm aan het kijken. Hoezo de onderarm begint onder het mouw? Ben, wat zeg je? Nee, dus het stuk dat onder je mouw valt, als je een voetbaltruitje aan hebt, dat is zogezegd nog groene zone. Maar hij deed wel, Dirk, het teken naar heel de arm van... Ja, het is, en wat dan? Als dat is een groene speler zone. En wat gebeurt er als er een speler met lange mouwen speelt? Ja, je hebt altijd... Het basistruitje zijn korte mouwen. Hè, ja, maar oké, okay, ja, maar ik dacht... Spijtig, hè? Maar, hè. Dan kun je nooit Hens doen. Misschien dat dat vrijgeleide was voor Hens, hè? Dat is wat off-topic, maar ik vind het altijd spijtig dat als je met lange mouwen wilt spelen als profvoetballer, dat je dan zo'n onderlijfje moet aandoen met dan korte mouwen erover. Dat is toch... Allee, dat hadden we toch in 2003 gelaten, twee t-shirts over elkaar. Dat is toch echt gepasseerd. Ja, altijd spijtig. Ja, in de jaren 90 hadden we dat nog echt. Ja. Fellaini shirts met lange mouwen. Ik ben de laatste tijd redelijk veel voetbalshirts aan het kopen, omdat... Ja, je moet die doen. dan heb je zo... Ja, echt Real Madrid en zo, met lange mouwen. Heb je echt heel veel shirts op die tijd. Hè. En met nu? Deka nog eens, zo. Welke truitjes zijn dat dan? Ja, dat weet ik niet. Zo met lange mouwen. Hè. Ik weet niet wat kleur. Zidane en zo, hè. Ja. Ja, wel. Teka daarmee, dat is de sponsor, mag ik zeggen. Oké, er zat even storing op de lijn, dus ik had niet goed verstaan wat dat je zei. Oké, sorry. Nee. Maar goed, dat... Penalty, hè, voor mij. Penalty. Ja, voor de Hans ook. Je lag er wel lekker in, hè. Goed getrapt, hè. En ik vond het ook goed dat ze lieten zien waar dat hem zijn vorige penalty strapte. En dan, ja, dan trap ik hem gewoon los naar de andere kant. Hè. Bam, pin in. Prachtig. Dat was dik in orde. Ondanks dat de keeper de juiste hoek had, maar die was toch redelijk kansloos. Een paar minuten later een afgekeurde on-goal. Ik denk dat ik het daarmee juist gezegd heb. Ja, een Bokani duwt daar een verdediger omver die je dan al vallend binnen rugt. Dat leek mij terecht, hè? Of niet? Ja, je had natuurlijk wel een paar minuten daarvoor een center van de pauw gehad en dat Mbokani net tekort komt en dat die Sainsbury zeker al dan niet een duwbeweging doet in de rug van Mbokani. Ik vond dat ook moeilijk om te zien of dat een bal al voorbij Mbokani was en dat hem dan pas de duw krijgt, dus dat hem er eigenlijk sowieso niet meer aankomt. Maar ja, waarom geeft hij dan nog die duw, die dwaze verdediger? Dus ja, het was wel opzichtiger, vond ik, deze fase. Ik ga niet klagen over deze duwfout, want
Later in de podcast komt er een andere duwfout in. Dat compenseert veel. Ja, dat is waar. Wat ik ook nog heb opgeschreven is bij het, net voor het, de halftime. We stonden 1-0 voor, we staan met een man minder. Is de Dieu echt tot op de baklijn meekomen verteren en meters lopen en looplijnen afsnijden? Dat was wel top. Dat was echt heerlijk om te zien. Er stond wel echt een ploeg op het veld. Hè. Dat vond ik het vermelden waard. Maar dan, gedenkt tweede helft. We gaan de match op slot houden. Niet te veel laten gebeuren. Dan komt het helemaal goed. We staan voor met een man minder. Maar ik stuurde een sms'je. Gano en Palaversa zijn aan het opwarmen. Die komen erop. En de Ben zag het al niet meer zitten. Hè. Ja, dat is, dan denk je van shit, een X-speler. En eigenlijk, ik denk misschien wel toch de beste middenvelder van Kortrijk. Zeker de voorbije weken. Op Anderlecht, misschien dat dat geen referentie is, maar op Anderlecht was dat toch echt een bepalende speler. Dus dan weet je dat het moeilijk wordt, Bob Peters Award. Maar dan dacht ik echt van dit kan wel eens de kanteling worden in de wedstrijd. En dat is het dan ook bijna geworden. Maar dat zijn twee goeie. X-spelers die scoren tegen hun ex-ploeg. Wij klagen er altijd over sinds Kloeftjes, denk ik. maar is dat iets universeel of is dat specifiek iets voor de Antwerpen, Hans? Ik denk dat dat wel universeel is. Hè. Benavente heeft het bij ons ook gedaan. Je ziet dat altijd, dan is dat zo dat belachelijke niet willen juichen. Hè. Daar word ik zo ambetant van, hè. Jaag toch gewoon. Hermans heeft het ook gedaan deze seizoen. Kreeg een staande ovatie van de Bosal. De volle 3000 man dat aanwezig mocht zijn. Dat gebeurt wel vaker, want dat wordt toch vaker... dat wordt wel geregeld benoemd van... hij juicht niet uit respect voor zijn ex. Want echt, doe 5 seconden normaal, hè. Ja, je wordt betaald door een nieuwe ploeg, hè. Dus 4. Kom op. Ja, en het is respect voor uw huidige fans. Mm-hmm. Je moet toch geen respect hebben voor uw oude fans? Je moet respect hebben voor uw huidige fans. Zijn er gevallen waarin het eventueel wel mag? Ik moet spontaan denken aan zo Lampard die met City scoort tegen Chelsea. Dat soort dingen. Is dat dan anders? Nee. Eigenlijk moeten dat zien op de schaal van Adebayor. Ik weet niet of dat je al weet. Ja. Adebayor, toen dat hij van Arsenal naar City is gegaan, dat hij in heel het veld is overgelopen om dan op zijn knieën naar het uitvak te gaan glijden. Zo moeten doelpunten tegen X-clubs gevierd worden. Wow. Dat was wel inderdaad een machtig moment. Maar dat is dan misschien weer net iets te brut. Maar bijvoorbeeld Ronaldo heeft het met Real Madrid ook eens op United gedaan. Hè, dat hij scoort en dat hij ook zijn handen omhoog steekt van sorry guys. En hij kreeg dan ook wel een staande ovatie. Dus het zal ook wel van de status van de speler afhangen. Maar je moet inderdaad gewoon vieren. Punt. Een speler die zijn eigen status moet inschatten, dat is vragen voor problemen eigenlijk. Ronaldo kan dat nu wel niet iets makkelijker, waarschijnlijk. Ja. Maar we hadden het niet echt helemaal onder de markt, vond ik, het begin van de tweede helft. Het begon iets minder vlot, we hadden veel minder de bal, maar we kregen weer een penalty. En schoon daarbij om te zien was dat zowel Rafailov als Mbokani stonden eigenlijk aan die stip zo wat te schimmelen. Wachten tot wanneer gaat dat hier gebeuren. En Lior heeft hem eigenlijk echt gelaten, hè? Aan Dieu. Lumpriek. Ja, nee, hij wilde gewoon een assist. Ik vond het wel opvallend. We hebben op deze match evenveel penalties gekregen als de vorige 29 competitiewedstrijden tezamen. En we hebben afgewerkt aan hetzelfde afwerkingspercentage. Dus op 50%. Dat zijn toch straffe statistieken. Thomas op zondagmorgen, of middag misschien als het online komt. Die man wordt gek. Zondag gemaakt. Ik was eigenlijk gisteren volop bezig met een tweet erover. Maar dan missen we die penalty. Ik zeg, dan ga ik hem een beetje aanpassen. En dan scoorden we, want dan komt ze beat aan. En dan, En dan wou ik weer aanpassen, maar dan gebeurt er weer iets. En wat zo. Dacht, nu kun je het zeggen. Ik kon het laten voor morgen vroeg. Het is totaal achterhaald, die een tweet. Want inderdaad, een minuut later is het prijs. Hans, beschrijf maar, want het was een zeldzaam moment. Antwerp scoorde op corner. Ja, we hebben deze seizoen nogal gescoord op corner. Maar ik vond het zeldzaam moment dat Rafailov voorbij de eerste paal was geraakt met zijn corners.
Ik heb vanmorgen de samenvatting nog eens teruggezien, specifiek om te zien wie dat de corner nu gaf. Want in de eerste helft zag je dat Lam Kelzee ook eens een corner was gaan geven, die dan direct beter getrapt was. Dus ik denk dat Kortrijk heel goede matchvoorbereiding had gedaan. En dat is zoiets dat de tweede paal moeten we niet verdedigen. Want daar geraakt hij toch niet. En daar hebben we van geprofiteerd, omdat Le Marchand daar perfect boven alles en iedereen uittorende en schoon binnenkopte. Ja, wel een foutje van de keeper, zeg. Waar stond hij nu? Allee, bon. Het is nu goed voor ons, hè, maar dat zijn, je komt en je denkt, ah nee, ik ga hem niet hebben. En je loopt mee. Ja, dat heb je gezien, hè. Dat was ook het perfecte moment, want je mist een penalty. Hè, anders is dat zo mentaal een overwinning voor Kortrijk. En nu was dat zo direct bam. Maar ja, een minuut later was het nog eens bam. Ja, een minuut later was het nog eens bam. Niet Gano. Ook al leek dat eerst wel even zo, maar eigenlijk de voorzitter van Selemani. Hij heeft hem geraakt, zegt hem. Ja, zegt hij. Hij gaat er niet over liegen. Hij heeft hem nog heel mooi gezegd. Ja, Mignolet zegt ook dat hij hem niet geraakt heeft. Hè, ja. Maar als ik het goed voor heb, heeft hij hem niet gekregen. Hè? Nee. Ik heb hem wel nog omgeroepen met Gano, want er was verwarring. En de commentator zei Gano, in Sporza pushte Gano. Ik zeg, ik zal dat maar Gano zeggen. Maar hij is nadien gecorrigeerd. Selemani is een voorzet, dwarrelt er eigenlijk dan sort of in. Wel op er fout ben. Ja, dat zijn zo van die... Dat zijn zo van die prullenballen dat je op ons kelderniveau, Vincent, dat je ook herkent. Hè. Je trapt die zo'n voorzet, die meteen gevaarlijk, want hij gaat tussen het kader. En dan moet je als keeper, op wat moet je anticiperen? Op de bal die komt al van de voorzet, zonder dat hem nog wordt aangeraakt? Of moet je gaan staan op een plaats waar je nog kunt anticiperen op een kopbal van gaan of een deviatie of... Ja, dus het is heel moeilijk en dat is gewoon heel goed gedaan dat die voorzet naar de tweede paal gaat en dan zo nog eens botst en dan hobbel binnen. Dus dat is gewoon op zich al goed gedaan en dat is een beetje met vrije trappen ook, hè, die zo uit een as van het veld vallen. Moet gewoon binnen het kader. Als hem nog geraakt wordt, wordt het sowieso link. En als hem niet geraakt wordt, dan dwarrelt hij zo meestal naast de paal binnen. Dus het was gewoon goed gedaan van Selemani. En ik denk dat gewoon, dat is zo een lullige fase om een goal binnen te krijgen. Maar loopt daar echt iets verkeerd? Goh, niet laten trappen, daar begint het al mee. Ik vond de Wolf er toch niet helemaal goed uitzien bij die fase. Ik denk, het duikt zo raar, maar eigenlijk op dezelfde plaats. Ik denk, als hem gewoon twee stappen naar links zit, dat hem die bal recht in zijn handen kan pakken. Ah, wel, maar hij komt, de bal komt pas achter Gano, dat je ziet, je wordt niet meer geraakt. En dan moet je inderdaad nog die passen zetten, terwijl je dan meestal springt. Van, als ik spring, dan lijkt het alsof ik hier iets gedaan heb. Dus moet je dan anticiperen. Want als Gano hem raakt, gaat hij misschien naar een andere paal en dan staat hij helemaal verkeerd. Als je twee stappen opzij al zit, snap je? Dus dat is gewoon het moeilijke aan zo'n actie. Reflex hebben, hè. Ik stond vroeger op de speelplaats ook in de goal. Je kon mij daar zien schitteren, jong. Zien schitteren. Ja. Ik dook niet. Dat is geen speelplaats, ik deed alles op reflex, jong. Want duiken, dat is zeer op die harde ondergrond. Ja. De Bosdal is geen speelplaats, Hans. Dat is een arena. Dat is waar. Het is een arena die trouwens een stukje neerspoten was. De Tribune 2 heeft een nieuw laagje wit gekregen. Wat ook wel mocht. Hey. Want de natuur is sterker dan verf. Dat is algemeen geweten. Maar er gewoon toch zo wat groen mos terug op te duiken. Maar dat is geheel terzijde. Want een klein 10 minuten later was het weer prijs. Deze keer was het wel degelijk Gano. 2-2. Dezelfde vraag, deze keer aan Hans misschien. Wat loopt er fout bij de 2-2? Veel, alles. Het is goal. Ik denk, wat loopt er fout? Ik weet ook niet goed wat je daar als verdediger aan kunt doen. Omdat ik heb nooit zelf gevoetbald, hè, dus ik kan dat niet inschatten hoe dat je daar kunt anticiperen of moet anticiperen tegen zo'n reus waar dat je... Moet oppassen dat hem niet kan koppen, maar die dan met zijn voet een bal binnenspeelt. Ik denk dat jullie dat misschien beter kunnen inschatten dan ik. Want ik kan heel hard roepen om een tv. Allee, wat is dat nou? Maar ik mag geen antwoord opgeven. Dat is ook alles. Ja. Ja. Ik denk dat dat een beetje het ding is dat je...
als verdediger op dat moment te veel stilstaat en dat je een bewegende speler op je... Dat er een beweging op je afkomt. En oftewel moet jij zorgen dat je zelf meer in beweging bent als verdediger door, ik zou zeggen, misschien wat losser op je type te staan, dat je mobieler bent of... Je moet positie kiezen, maar Diagano is wel... Ja, zit een loopactie in en dan zijn ze heel snel gezien. Dat neemt niet weg natuurlijk dat het een goede loopactie was. Maar ik denk, je moet daar zeggen attenter verdedigen. Maar ja, hoe uitziet dat dan? Ja, misschien iets meer in beweging zijn, zelf als verdediger, om dan sneller ook die stap naar voren te kunnen zetten en af te blokken. Maar het was wel goed afgewerkt. Er werd wat geduwd en getrokken inderdaad om goed positie te kunnen kiezen. En naar hoe dat ik het heb gezien, is Le Marchand, dat was het denk ik, afgetroefd. Mm. Op vinnigheid en op kracht dan ook op een bepaald moment. Ja, bon. Ja. Dat klinkt nu heel veroordelend of zo, maar dat is wat er in die fase gebeurt. Mm. En hij heeft dan de pech inderdaad dat die afwerking dat die top is. Hè, want voor hetzelfde geld, mislukt dat niet of komt die voorzet niet ideaal? Het gebeurt wel vaker, denk ik, dat je eens een keer een duel kunt verliezen om posities te pakken, maar ja. Maar het was dezelfde. Het was eigenlijk een copy-paste van daarvoor. Hè. Die Soleimani komt naar binnen en die steekt hem zo. Dat vond ik nog wel heel gevoelig gedaan. En ja, opnieuw, ik denk, als Gano hem niet raakt, hij zal wel ver binnen gegaan zijn. Ze. Dus het was gewoon een heel goede goal. En, goeie speler, ja. Hè. Als ze met Elsner kan samenwerken, is dat echt een goede speler, hè. Dus, bij Union vond ik die ook top. Iedereen was dan bezig over touw, maar dan vond ik dat echt de man. Ja. En maar die nu... drie waren gewoon goed, hè? Met Niakate. En dan nu, bij Kortrijk draait dat ook terug, nu dat Elsner erbij zit. Hè. Dat is toch raar hoe dat zo'n speler hoe dat kan klikken met bepaalde trainers, al dan niet. Hè. Nou wel, Gerkes en Verkouteren, dus niet, hè. En Gerkes en Leko wel bij STVV en bij ons. Dus, effectief. En Ronaldo en Bologna. En charisma. Ja. Oh, graverschotter. Een paar minuten later is er een andere graverschotter, Richie De Laat, die een duwke uitdeelt. Ik wil het geen duwfout noemen, want de VAR zegt van niet, dus ik volg de VAR altijd. Ik had het eerst verkeerd gezien, ik dacht dat hij hem gewoon met zijn twee handen duwde. Zo dus, 90? Ik had echt schrik toen we naar de VAR gingen. Ik zeg, dat is hier gedaan, hè. Later in die fase scoort Lamkelzee de 3-2, maar inderdaad... Ja, was dat een geldig doelpunt, Ben? Het deed mij misschien een beetje denken aan de tegentreffer van tegen Beerschot. Dat Verstraeten duel verliest van Sanusi. Het was zeker niet dezelfde duw en er was een voet bij Sanusi, maar het was een beetje dezelfde, hetzelfde gegeven. Ene pas naar voren en steek binnen. Voetbal is een mannensport en dan moet u vragen, was dat te veel met een arm geduwd in plaats van met de schouder? Ja, god, ik denk dat we blij zijn dat hem niet afgekeurd is, maar ja. Maar als Sik voor zo'n verzijnend takkel rood krijgt, dan had dit ook wel een fout kunnen zijn, denk ik. Neemt niet weg, ja. Het was misschien compensatie. Ja, maar dat zou ook niet mogen, hè, want... Ja, je moet eigenlijk elke fase los van al de rest kunnen bekijken. Hè? Ja, in feite wel. En zeker op dat moment, zo'n fout op het middenveld, dat wordt nu natuurlijk al eens snel gefloten. En daarmee dat je misschien denkt, hij gaat het hier ook affluiten. Nee, speelt maar door. Hij komt natuurlijk ook uit de rug. En ik denk dat ze geoordeeld hebben. Hij duwt hem langs opzij. En niet vanuit zijn rug dat hem die een stomp geeft. Zoals in Mbokani met de on-goal. Ja. Dat was het niet. En daarom... Ik ben ook niet zeker dat het een clear error is. Omdat wij zijn al niet zeker van, is het fout of niet? Dus... Ik weet ook niet of dat de VAR had kunnen ingrijpen. Ja, dus eigenlijk was het een interpretatie van de scheids. Het is geen fout, en dat is een beetje waar we toch naartoe moeten, denk ik. Ja. En wel, afmaken. We hebben er ook wel geluk dat die speler van Kortrijk er grandioos niffen een bal takkelt. Hè? Dat was op maat van de dieu. Dat was op maat. Ja, er was niks aan te doen. Ik moet ook zeggen, als ik die pas zag vertrekken, dacht ik... Oh nee, kans weg. Maar we bedankt, KVK. Onze vrienden uit Kortrijk, ja. Die wilde ook komen. Die heeft ook nog een standaard verleden ergens. Ik denk, kom in aanmerking.
En dan, om het helemaal af te maken, het doelpuntenfestijn, viel er nog een hele lekkere pot van Birger Verstraeten. Hanske, jij bent al sinds september, augustus aan het wachten op dit moment. Niet per se omdat ze ineens te goal is, maar omdat het samenhangt met toch een soort van wederopstanding. En, hoe heb jij die er beleefd in de pot? Je merkte het ook al in mijn oude goal, dat dat zo was van... Ja, ja. Hoe dat ik die beleefd heb. Ik was heel hard ontroepen, want ik ben heel hard tegen fair play. Dus ik was heel hard ontroepen, durft de bal niet buiten te stampen. Hè? Want Lancelzee was precies ook al zo aan het zien, omdat de speler van Kortrijk er op de grond lag. Maar een Birger poeiert hem dan perfect binnen. Ik ben hier recht gesproken. Ik heb hier, Birger, Verstraeten, ontroepen geweest. Mijn bovenburen die sturen mij direct berichten om... ze noemen mij een Birgerpijper. Maar los van het doelpunt van Birger was ik gewoon content dat het... Dat het 4-2 was, want met 3-2 blijfde toch vooral wat bang afwachten. Dus ik vloog gewoon recht voor die 4-2. Hm. En ik heb dan direct een hele lange ja naar de Birger zijn vriendin gestuurd. Want die moet ook heel content geweest zijn als Antwerp-fan dat uw vriend scoort voor de club van uw hart. Hm. Ik denk dat ook wel een speciaal moment is. En ik kreeg van mensen berichten om proficiat te wensen. Precies alsof ik die goal zelf had gemaakt. Dat jij zo'n commissie krijgt of zo. Terwijl het enige wat ik heb gedaan, is gezegd van... er is iets met een Birger, die kan nog niet zijn beste niveau halen. En hij denkt zelf dat hij naar zijn beste niveau kan toegroeien eind februari, begin maart. En heeft hij toch wel pech dat Roen terug is, zeker? Ja, ik weet dat niet. Nee, maar ik weet niet, ja. Mijn kapitein is terug. Is die incontournable, Haroon? Ja, ik weet niet of dat je Haroon al direct moet troppen. Het is wel ik de zou die, ik zou, ik, ja, maar ik zou die rustig brengen naar play-off 1 toe. Het was meer als flauwe opmerking bedoeld dan als echt een punt. Ik geef u gelijk, het is uw aanvoerder, hè, maar... Ik denk dat het belangrijker is in play-off 1 dan in de komende wedstrijden. Ja. We moeten alleen Moeskroen nog winnen, hè. Dus... of Anderlecht, hè. Ja, dat is waar. Want ik heb gezegd dat we twee wedstrijden voor het einde zeker gingen zijn van play-off 1. Dus... Nog twee te gaan. Ik wil wel over die goal van Verstraeten nog één vraag stellen. Ik had hem ergens gezien online. Namelijk, wij hebben 3 keepers dat die een bal wel pakt. Dat betwijfel ik. Is dat zo? We hebben 1 keeper dat die een bal pakt. De welke is dat? Ja. Buté. Ik vond dat nu wel goed getrapt. De Wolf zou zo ter plaatse ontduiken zijn. En Bayram Vant, een collega van mij, die heeft dat is perfect beschreven. Dat is zo, precies zo de hond waar je een sneeuwbal in smijt soms. die bal die vliegt en die valt. En die hond is ineens in de war dat die bal er niet meer is. En dus ik ben niet zeker. Ik vond het ook inderdaad gewoon goed getrapt. Ik denk dat hem ook wel afwijkt. Heb jij nu... Bayram van het net vergeleken met een hond. Ik denk in Iran, Hans, dat jij niet meer gaat binnen mogen nu. Ja, maar die hadden mij sowieso al niet geren, die West-Vlaamse Iraniërs. Wauw. Allee, ze zijn stil geworden op Twitter. Dus, nee, ik weet niet of dat die hem zomaar gaat hebben. Hebben jullie dat trouwens gezien na de match? Birger Verstraeten was ineens Jeremy Gelin geworden. Tijdens een interview had hem de frak aan van Gelin. Ah. Teamplayer. Ik vond dat opvallend. Hmm. Maar blijkbaar lagen alleen de winterjassen, de dikke jassen van de spelers die niet gespeeld hebben in de kleedkamer. En had hem het te koud. Dat is de Antwerp op zijn best. Hè. Er is ook zo ergens een rek nu geplaatst dat ik tegenkom bij een weg naar buiten. Waar zo nog stickers op hangen van de Batie. En zo, van hier mag de Batie zijn spullen leggen. En ja, voor god weet welke functie wordt dat rek dan in de gang geplaatst. En is er niemand dat zegt, we gaan die stickertjes er toch afhalen, dat is toch een beetje raar. Ja, dat is heerlijk. Dat rent er op de voeten uit. Love it. Dan kan je er van een tribune en toch nog een reksje met de Batie zijn stickers op. Schitterend. Heerlijk.
Ik denk dat het dan ongeveer was wat de wedstrijd tegen Kortrijk betreft. We zijn er helemaal door. Ja, nog bijna Haroun, hè. Die met zijn, bij zijn wederoptreden juist... Ja. De pech heeft dat die verdediger een poging tot on-goal deed. Anders had hij misschien ook kunnen vieren. Ja. En ook nog een eervolle vermelding voor de Wolf toch wel. Want we hebben daarnet heel hard gediscussieerd over een 2-1. Had hij daar meer of minder kunnen doen, maar hij heeft daarna wel nog een paar goede ballen gepakt. Ja. Door verstoten maar, hè. Ja, het zijn leuke ballen ook. Zo wat, de vrije trap haal ik mij nu meteen voor de geest. Dat was zo goed getrapt, maar zo net niet naar de hoek genoeg. Dus je kunt dat spectaculair genoeg maken als keeper. Maar hij heeft gedaan wat hij moest doen, hè, op die momenten. En dat zal voor hem ook belangrijk zijn. En ja, je mocht niet onderschatten, we hebben wel 70 minuten met 10 mannen gespeeld. Hè, dus dat is eigenlijk zo'n bizarre wedstrijd en zo'n bizarre uitslag. En ja, ik heb het daarnet voor de opname tegen Hans ook gezegd. Ik had een heel groot Rangers-gevoel. Dat kon zo alle kanten uit. En nu was het positief voor ons. Ja. En Kortrijk heeft stoeme dingen gedaan, wat wij tegen Rangers gedaan hebben. Dus, ja. Maar we hebben zelf ook stoeme dingen gedaan. Ja, maar ja, Rangers ook. Hè. Dus ja, het was zo super. Zo dat gevoel overheerste. En ja, de Wolf. Ik zal zeggen, bij Eupen zijn het misschien gewoon om veel ballen te pakken. Dan kun je onderscheiden. En dat had hij precies in deze wedstrijd ook wel nodig om een bal of 6, 7, 8 te moeten pakken. En oké, er gaan er 2 binnen, maar hij pakt er dan wel de rest. Dus om de beste de Wolf te zien, moeten we eigenlijk niet te hard de deur openzetten. Ja, inderdaad. Nee, komen terugkomen. Ja. Dat is het eigenlijk. Allemaal ten aanval, dat de Wolf kan schitteren. Absoluut. We hadden toch even net die moeten inbrengen na de rode kaart. Zeker. We hebben nu een beetje rust. Hoe wel gelegen komt zoiets, Hans? Dat is perfect, hè. Dat is het ideale moment. Hopelijk kun je Gelei recupereren. En kun je met uw volledige kern toewerken op play-off 1. Hè, door die laatste rechte lijn knallen. En dan die tweede plaats verdedigen. Hè. Maar je moet wel... je moet natuurlijk wel de keuze maken met welke ploeg dat je dat doet. Je moet nu niet beginnen gaan roteren en die is wel laten spelen en die is laten rusten. Nee, zeker niet. Ja, wel, en dat is nu toch een beetje het gevaar dat je zegt van ja, we gaan roteren. Je moet je ploeg, waar je naar die play-offs wilt, in een flow brengen. Dat moet je wel doen. Je moet naar je vaste ploeg toewerken. Mm-hmm. Hè? Dus je moet nu een Bokani erin zetten. Ja. Met Refailov en Lamkazé erachter. En dan moet je op middenveld de knoop gaan doorhakken of dat je voor Haroun of Verstraeten gaat. Maar ik zou sowieso beide minstens een half uur geven elke match. Hè. Mm. Allee, de bank zit er. Ja. Na een uur eraf. Een half uur gunnen. Ja. Dat je, ja, of 20 minuten gewoon dat je... Minuten maakt. Dat je ze alle twee wedstrijd fit hebt. Ik zou wel oprecht zou ik een Boeta rapper durven brengen, want dat hij ook wat minuten kan maken. En voor de rest denk ik dat de ploeg wel staat. Mm-hmm. Eigenlijk, van onze laatste 4 matchen zijn er 3 helemaal play-off 1 waardig. Het kan perfect zijn dat we een soort oefen play-off 1 nog voor onze neus krijgen. Ja, maar Schoen heeft ook wel pech gehad deze seizoen. Hè? Dus die zouden eigenlijk ook wel bij de eerste 4 hebben kunnen staan. Als die geld hadden gekregen, hè, die spelers. Als die hun loon op tijd zouden krijgen. Aha. Man. Dat is de enige voorwaarde geweest. Onze volgende wedstrijd is tegen Brugge. Doen we dan vermoedelijk zonder SEC. Tenzij geoordeeld wordt dat het missen van deze 70 minuten voldoende is. Maar dan... Het zal wel met SEC zijn dan. Hè. Ja, lijkt me toch sterk dat ze... Nee? Als ze niet één match krijgen. Ik ben curieus of dat in Frankie's school-tv gaat zitten de maandag. Ja, dan kan Dirk misschien een gastcollege geven. Het is samen dit moment. Dieu is er ook niet bij, heb ik begrepen. Met zijn gele kaarten. Ja, die heeft zijn 5e geel gepakt. Zo. Maar misschien beter tegen Brugge dan dat Anderlecht of Genk. Of tegen de dat play-offs. Een van die match, of dat hem een van die matchen er niet bij is. Ja. Mm. Ja. Dat is goed. Dat is zo raar. Dan... Mbokani heeft hij zo lang niet meegedaan en heeft hij 5 geel kaarten. Mag je hem tegen Brugge niet meedoen? Wat is dit? Dat is toch raar, hè? Hey, dat gevoel. Ja. Zwat.
Hij is er niet bij. Terug op het was een, clean sheet. Het was een terechte gele kaart ook. Geel terzijde. Ja. Een schone stamp langs achter zo in het laatste. Ja, dat was zo de AZ-takkel. Ja, exact. Iemand stuurde dat zo in een ander groepje. Oh, ik heb een Bocani nog nooit zien tackelen. Nee. En ik zat er en tegen al zitten. Dat hebben we gewist uit onze koppen. De aspirantenwerking van Verkouteren. Moeten we het even over hebben. Want hij heeft een soort van systeem opgezet om een brug te slaan tussen de jeugd of de belofte, zeg maar, en de A-kern. Wie weet wat daar exact het systeem en of de bedoeling van is? Wie kan daar iets over vertellen? Ja, de Nans heeft het vorige week het voorbeeld van Leuven gegeven, hè, met die Patrice. Dat is zo een fase tussen de hoofdmacht en de U21 of U19, afhankelijk van hoe oud dat ze zijn waarschijnlijk. Dat die toch niveau halen van een eerste ploeg. Maar bij die Patrice die wilde daar dan Hans niet naartoe gaan, omdat hem dan niet zeker was van minuten te maken. Maar is dat dan is dat eigenlijk een trainingsgroep of is dat een wedstrijdploeg ook? Ja, bij OSL speelde die ook heel veel oefenwedstrijden. Ah, ja. Ik weet niet in hoeverre dat momenteel mogelijk is om veel oefenwedstrijden te spelen, maar de beloftecompetitie ligt natuurlijk ook stil. Dus ik denk dat op dat vlak wel interessant is dat je zo gasten waarvan dat je denkt, die kunnen in aanmerking komen voor de A-kern, dat je die wel met je eerste ploeg laat meetrainen, omdat die trainingen op niveau hebben en trainingen die ergens toe leiden. Mm-hmm. Want trainen om te trainen, ik weet niet hoe dat bij alle zat, vroeger of nu nog altijd, maar daar was ik geen krak in, zeg. Nee, je moet ergens hebben om naartoe te werken, hè. Klopt wel. Ja. Ik zou een moord begaan om nu te kunnen trainen zonder matchen te shotten, eigenlijk. Ja, dat wel. Dat is waar. Amai. Ja, jong. Matchjes. Nee, maar zelfs gewoon trainen. Gewoon, tegen een bal stampen en erachter lopen. Heerlijk. Op een grasveld. Goed. Man. Ik wil wel eens met u intervieren, of... een middagje ballen gaan stampen, dat je erachter kunt lopen. Dat heeft dan komen we toch op het punt dat het te weinig nut heeft. Dat is zo, heel apport zo, hè. Dat is jezelf een hond zo. Ja. Dat is jammer dat er geen sneeuw meer ligt. Nee. Ik hoef geen selectie van 32 volwassen gasten, heeft Verkouten daar nog even bij gefietst. Hmm. Ja, dat snap ik wel. Dat is een beetje het principe van jeugd inpassen, hè, waar dat we eigenlijk al... En we moeten kampioen spelen en een beker winnen en een halve finale Champions League en dat liefst nog met 5-6 jeugdspelers in de kern. Ja, dus ik snap dan ook wel dat hem dat pusht. Dus ik vind het zeker wel een goed idee. Ik heb me wel meteen de bedenking gemaakt. Een trainer, dat is per definitie een passant. En binnen 2 jaar is Verkouteren weg. En waarom hebben wij zo lang moeten wachten op de komst van Verkouteren om zoiets te doen? Wat maakt dat we van Verkouteren? Misschien is dat al afgesproken. Hè? Binnen 2 jaar, Frankie, word jij hier, ik weet niet, jeugd of hoofd jeugdscouting of weet ik het. Maar ik vraag me dan af van waarom hebben wij zo lang gewacht als club om daar iets mee te doen met die jeugd? Nee, het is wachten op Verkouteren, wat dan eerder toevallig was. Want als Leko blijft, dan zijn we daar nu nog niet mee bezig. Dus daar vraag ik mij zo, dat het nu toevallig tijdens het tijdperk Verkouteren is en dat het gewoon de volgende stap is reeks van stappen. Maar het is wel heel toevallig dat dan juist dezelfde term als bij Leuven wordt gebruikt. Hè? Dat is waar. En dus ik vind ook, het lijkt mij een project voor de lange termijn, maar je hebt Verkouteren die maar een contract heeft tot het einde van het seizoen en een hoop fans die niet al te content zijn van de Frankie, om het zacht uit te drukken. Is deze een teken dat hem langer gaat blijven? Of, ja, dat was bij Leuven ook niet. Nee, maar dat is hem zelf opgestapt, hè? Ja, om naar Anderlecht te gaan, dat is waar. Ja. Maar heeft hem al toezeggingen gekregen naar de toekomst toe of zo? Want ik kan me niet voorstellen dat je als trainer zo'n project opzet en met zoiets bezig bent, als je hier nog maar 3 maanden bent. Want naar play-off 1 toe, er gaat er nog niks hebben om die gasten. Hè? Dus, Het zou toch een raar moment zijn om nu tegen Verkouteren te zeggen: whatever happens, we gaan door met u naar volgend seizoen. Dat is dubbel, hè? Want je kunt omdat, wel. Qua tongen durven te beweren dat zelfs play-off 1 nog niet binnen is. We hebben daar onze eigen mening over. Maar bon, hè?
Je kunt perfect nog vierdes worden in play-off 1 en met lege handen achterblijven, wat Europees voetbal en zo betreft. Dus ja, is dat... Ja, ik zou dat straf vinden. Moest dat nu al geklonken zijn, bij wijze van spreken. Maar dat is wel hetgeen wat ik dan wel zou appreciëren, los van het feit dat ik inderdaad vind dat we onder Verkouteren qua wedstrijdniveau niet echt stappen vooruit hebben gezet. Maar het toont wel dat je als club dat overstijgt en dat je wel op lange termijn durft denken. Ook al word je nu vierde met Verkouteren in play-off 1, oké, dan is dat niet gehaald, maar je gaat wel dan heb je wel opnieuw een soort van project voor volgend jaar of het jaar nadien. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ik zou ook liever hebben, maar misschien gaat dat ook gebeuren, hè, dat Verkouteren voetballend een compleet andere weg uitgaat. Maar het zou wel tonen als club, en ook richting spelers, van het is met Verkouteren dat we het gaan doen. Ja. En dat is onze visie op voetbal voor de komende jaren. En dat vind ik dan weer wel een goed mechanisme. Dus ja, het is ook het voordeel van de duidelijkheid. Hè? Ja, dat is waar. Maar ja, moet je contract verdienen? Ja, ook weer een ding. Ofwel is een Hans, staan nu. Ofwel is een Hans' scherm bevroren, ofwel is hij heel diep aan het nadenken. Ik zie er nog, jongens, geen stress. Oké, maar dan is het goed. Ik was van het zonneke aan het genieten. Het zonneke is hier op met een vol... Ga je er nog op inpikken of zijn we klaar om af te ronden? Ik heb nu echt iets te zeggen over het aspirantenbal van Frankie. Dat ik nog niet gezegd heb. Het aspirantenbal van Frankie. On that bombshell gaan we het laten voor wat dat geweest is. Ben en Hans, merci voor alle commentaar en analyses. Merci. Merci, ja. Merci voor het commentaar. Oh, nee. Kom, sluit dat hier af. Wat u betreft... Dat hij van een ROB-TV kan gewoon zien. Wat u betreft, merci voor het luisteren. De Vierkante Paal is overal op sociale media, niet alleen op deze podcast. We hebben ook een website, dus ga daar maar gerust eens kijken en wat rondklikken. Dat zouden wij heel fijn vinden. En tot een volgende keer vooral, want ook in deze Interland Break, het is er net al gezegd, gaan wij podcasts maken. Zonder al te veel te verklappen wat we gaan doen, het gaat de moeite zijn. Merci. Salut. Joe.